oriënteren en ze hier en daar kijken. En je komt een mooie woning tegen en denkt van, nou, misschien is het wat voor ons. En zo is het eigenlijk corona, een beetje gekomen. Corona, hadden we ook niks. Ja, corona, misschien ook wel meegeholpen, ik weet het niet. Maar gewoon oriënteren en ja, toch ook mooie huizen zien. En toen, uiteindelijk zijn we hier beland. Bij het eerste gesprek met Wiebren heeft hij gezegd van, nou, dat, deze is vrij. En ja, toen dachten we van, ja, dat is eigenlijk wel heel erg apart zo aan, he, aan het water. En, ja. En zo'n ruime kavel. Ja, het zijn natuurlijk allemaal ruime kavels hier. Maar dat vonden we wel heel, heel aantrekkelijk. En een mooie ligging, vind ik zelf. Als we dan toch een ander huis gaan doen, dat het iets groter werd. Dat is aardig gelukt. Ja, verder is het ja, toch ook wel weer toekomstbestendig in de zin van ja, zonder gas, warmtepomp. Heel vaak als mensen hier komen, dan zeggen ze, jeetje, wat een knoepert van een huis, wat moet je ermee? En dan komen ze binnen en dan zeggen ze van, nou, het is eigenlijk gewoon heel subtiel ingedeeld. Heel, aan de binnenkant denk je niet van, het is akelig groot. Het is gewoon echt heel, heel gezellig, heel, ja, toch knus, echt waar. En wat we ook gedaan hebben, is de garage niet als garage laten staan, zeg maar. Dus daar hebben we onze keuken in gemaakt. Binnen moet er nog wat geverfd worden, maar... Ja, verf en inrichting, maar bouwtechnisch is het klaar. Ja, 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 ja. En het is heerlijk. Sommige mensen vragen dan direct van... Ja, maar moet je er niet wennen of zo? Nee. Nou, we hebben geen moment helemaal niet gehad dat we moeten wennen. Nee, helemaal niet. Het voelt gelijk goed. Het is heerlijk. Ja.